Hallo jongens en meisjes, welkom bij mijn Nederlandse video. Het is een tijdje geleden dat ik het erin gedaan heb. En welkom terug bij mijn Nederlandse versie van mijn kanaal. Dus ja. Yes indeed. Sorry voor dat. Ik ben nog een beetje in het Engels. Ik heb net heel veel Engels gepraat in mijn vorige twee video's. Dus als je die wil checken, ze staan gewoon op mijn kanaal natuurlijk. Net zoals normaal. Ik ga nu een beetje een soort stunt video doen. Ik moet ergens heen even kijken waar ik zit. Fuck yeah. 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Jij maakt geen geld. Nee, ik maak maar geintje. De echte likkers zijn anders. Dus. Zo noemen ze in Nederland toch likkers. Maar dat weet ik veel. Ik weet wel dat je ze in Nederland in het Engels likers noemt. Of zoiets. Iets dergelijks. Dus ik hoop dat jullie allemaal veel plezier hebben op mijn kanaal. Dat jullie een beetje leuk hebben en shit. Ik hoop dat jullie wel wat meer gasten, wat YouTubers even abonneren op mijn kanaal. Want dat zou heel erg leuk zijn. Dat zou me heel erg helpen. Want ja. Gewoon. Ja, dat zou ik wel heel erg leuk vinden als jullie wat vrienden zouden optrommelen om mijn kanaal aan ze te laten zien. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En ik zou het ook wel leuk vinden als jullie af en toe een comment achterlaten. Want jullie gasten zijn zo stil als een hel. Op die banner picture heb ik er zelfs nog geen eens een afbeelding volgens mij. Voor de mensen die dat nog niet weten, dat was een video. Je kent wel die hoofdafbeelding die op je kanaal. Hoe je die moest maken, liet ik zien. En dus, ja, ik had er dus nog niet echt gasten van die reageerden. Ik weet niet wat die gast achter een apel rijdt, maar ach, ja. Via de reding. Nou, kom op. Ik wil terug. Ja, hoppakee. Dat was een beetje een faal, maar ach ja. Ik weet niet wat er wel in die gast achter me aanraait. Maar wat even toch. Wat even. Dus ja, ik hoop dat jullie gasten het een beetje leuk hebben op mijn kanaal. Dat jullie nog wat meer video's gaan kijken. Sorry dat ik echt bijna geen Nederlandse video's upload, maar ja. Af en toe upload ik gewoon liever Engelse. Dit kan misschien raar klinken, maar Engels, dat spreek ik af en toe zelfs liever dan Nederlands. Want Nederlands, dat klinkt af en toe zo droog. Hoe raar het ook mag klinken. Dus ja, ik hoop dat jullie het video een beetje leuk vinden, deze in ieder geval. Ook in het Engels klinkt mijn stem ook veel beter op YouTube, weet je. In het Nederlands, ja, klinkt het een beetje droog, snap je wat ik bedoel? Hey, leuk voor je dat je de game gelegd bent, maar dat hoef ik niet te weten. Hey, what's up?
Dit klopt dus nergens van. Ik bedoel, de motor is in het midden, dus hij ook net zo goed naar achter kunnen. Maar ach ja, als het niet zo kan, oké. Vind ik het goed. Vind ik het goed, man. Ik vind het goed. Ik vind het goed, zwak. Maar ja, ik weet niet waarom ik de hele tijd nee grap. Maar ja, we gaan dus gewoon weer verder. Ga nu dezelfde kant op waar ik vandaan kwam. Hoe geniaal. Ja, hier in dit stukje kan gewoon lekker jumpen. En doodgaan. Beide. Oké, ik weet dat jullie gasten dit level denk ik liever niet hebben op YouTube, maar ik ga het toch even zeggen. Als een van jullie gasten thuis rookt of drugs gebruikt, ik raad je het aan om er echt mee te stoppen. De meeste mensen zeggen van, ik kan er niet meer mee stoppen. Als ik wil kan ik ook stoppen met, weet ik veel, als ik een paar maanden zou roken, zou ik er ook zo mee kunnen roken, stoppen. Maar ik rook niet omdat het zo erg vies is. Alleen dat kleine stofje, nicotine, maakt het lekker. Begrijp je de nicotine? Kan je net zo goed nicotine kopen en dat opsnuiven? Is tenminste gezonder dan sigaretten. Goddammit. Yes! Fuck yeah. Als je eens een keer met me wil spelen op GTA EV, laat je Xbox Live naam dan in de comments. Dus onderaan waar je reacties kan plaatsen. Laat daar je naam en de game die je wilt spelen. Die natuurlijk ook een game zijn die ik heb. Ja, ik hoop dat je er dan even wat naam achterlaten. En ja, dan gaan we eens een keer spelen. Nou, game meer. Spelen klinkt zo hard. En vooral als je gaat gamen. Ik drift gewoon over de straat heen, geen politie, helemaal niks. Wauw. Boom, verdomd. Altijd die boom. Sommige mensen zeggen dat ze van boom houden, nou ik ga dus weer uit de auto tegenaan op GTA. Remove trees. It's done. Nil. Nee, serieus, die heeft gewoon een elektriciteitspaal voor zijn huis. Dat is fijn. Laten we even door. Maar dus hopelijk gaan jullie mijn kanaal een beetje sharen, want het zou me heel erg helpen. Ook voor het geld, want ik wil... Dit klinkt raar, de meeste mensen gaan zo van... Ik wil geld, ik wil geld. Ik wil ook geld, maar... Ik wil ook dingen voor jullie gasten kunnen kopen. Ik bedoel niet letterlijk van voor jullie. Maar nou, misschien af en toe t-shirts of zo. Met mijn logo erop of zo. Maar dan moet ik er wel geld hebben. En andere dingen, zoals nieuwe games, nieuwe videokaarten, nieuwe camera's. Als jullie gasten dat voor mij kunnen doen, zou ik dat heel erg aardig vinden. Nou, die kan ook niet rijden.
dat is zo is hoe je het doet. Oké, dit keer knal ik ook tegen een paaltje aan het moeten tevoren. Serieus, ik kan bijten terwijl ik aan het driften ben. Iets zachter, want het kan een beetje fel zijn aan je ogen. Ik kan echt niet draaien, of wel? Waar gaat hij nou doorheen? Waar moet je driften, niet rijden? Begrijp dat nou? En niet mij op de kop duwen, Slimpy. Ja, dat is die auto rijdt, niet zo. Zo rij je niet auto. Kijk, bochten drift je. Snap je, dat rij je niet. Nou, tenminste, dat is wat je doet op GTA als je pro bent. En maar is dat duidelijk niet. Ik dacht dat hij wel een uitgang zou zijn. Nou, die is er ook. Fuck yeah. Vooral als hij hem pakt. Dat hij hem pakt. What the fuck? Ik zei, ik wil niet dat hij hem pakt. Ik zei niet, blaas mij op en laat die motor daar liggen. Ah, stomme GTA. Zo onrealistisch. Ergens een motor of een auto. Hierin kan ik nog beter rijden dan hem en die Ducus van hem. En de Ducus is zelfs nog een driftauto, hè. Onthoud dat eens. Hou op. Gewoon je mond houden. Wel, in chunk shots. What the fuck? Zie dan niet dat hier een fucking motor naast je staat. Ja, lekker handig.
ergens afgooien. Oké, we gaan weer verder. Dat was niet echt waar ik heen haal. Ja, ga maar weg. Zo te zien heeft hij ook niet helemaal dezelfde auto. Hè? Dat is hoe je uit motor rijdt. Ja, behalve met de achterkant over de grond springen, maar dat maakt niet uit. Als hij zo ergens in crasht, valt hij wel heel erg. Wat haat ik nou zo erg aan de motor? Noep! Zelfs ik kan wat. Nou ja, ik ben ook beter dan hem, dus dat maakt niet echt uit. Neem het aan. Hier zie jij, hij rijdt nog verder. Maar ik vergeet ook steeds nog hoofdremmen te gebruiken. Dus, kijk hoe welke auto paars gaat. Gewoon vraag me of het even af. Gaat in de Sultan. Hé, mijn lievelings. Nou, bijna mijn lievelings. De Sultan. Frontflip. Voorwiel net van de grond. Oh, ze kunnen me ook niet raken of zo, hè? Ja, ik doe gewoon fucking frontflip zonder jumping, bam. Maar ik zie je in de volgende part ook Nederlands.